Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Mannen Lezen de Vrouw. Ik zal er even een van deze twee kiezen. Even kijken, hier staat geen verhaal in, dus ik kies deze. Voordat we de aflevering gaan beginnen, even een paar dingen over mij. Als ik in deze video een beetje snotter of hoest of dat soort dingen, dat is inderdaad zo. Ik laat me morgen om 11:15 testen op corona. Dus ja, ik ga er niet van uit dat ik het heb, maar ik heb een paar keer gewoon rondgelopen, koud buiten en dan gewoon in een t-shirtje omdat ik dacht van ja, pech gehad. En dus nu heb ik een beetje verkoudheid en ik denk helemaal niet dat het corona is, maar als het wel is, dan kom ik daar morgen achter. Dus in ieder geval dat jullie dat even weten. Ten tweede zijn de schoolboeken aangekomen. Het zijn de schoolboeken. Ik heb ze hier weer allemaal. En aangezien jullie het vorig jaar zo leuk vonden om het te weten, ga ik heel even speciaal voor jullie een unboxing doen. Ik ga er niet weer een hele video aan besteden, want ik heb nooit zin om dit soort dingen helemaal uit te melken. Al werd die van vorig jaar wel heel goed bekeken door jullie. Maar in ieder geval, hier heb ik dus alles weer binnen voor komend jaar. En ik heb heel veel zin in VWO 6. Dus dat zover. Even kijken, had ik nog meer dingen te zeggen? Nee, dat was het eigenlijk. Oh ja, en ik heb even een nieuwe setting, want ik was een beetje zat met de kast op de achterkant. Op de kast heb ik nu allemaal kleine dingetjes gezet van mijn verjaardag, allemaal kaartjes. Want ik ben afgelopen zaterdag heb ik mijn verjaardag gevierd, dus dat was super leuk. En ik heb allemaal hele leuke dingen gekregen, dus heel erg bedankt daarvoor. Voor de mensen die nog kijken, die daar ook geweest zijn. De Vrouw, het blad waar we nu op reageren, heeft een soort van reageren op haatcomments gemaakt. Ze maken hier een klein disclaimertje of zo met dat ze heel veel haatcomments hebben gehad om vorige artikel. Vind ik ook sneu, gewoon niet haten op dit soort dingen. Want ja, waarom zou je haten? Wat ik wel jammer vind, is dat een beetje de kwaliteit van al dit soort bladen een beetje sinds corona wat naar beneden zijn gegaan. Want heel veel... Je wil natuurlijk altijd als blad het goede voorbeeld geven. Dus je wil niet, terwijl er een crisis is zoals die van corona, dat je een foto maakt waarin iedereen elkaar één grote knuffel geeft. Het is logisch dat je dat soort dingen niet doet. Maar nu hebben ze één artikel waarin iemand zijn favoriete dag beschrijft. En dan schrijft diegene er ook bij voor de coronatijd en dat soort dingen. Als een soort disclaimer. Maar dan vraag ik me uiteindelijk wel af van, ja, in hoeverre wil je constant dat erbij zeggen? En in hoeverre blijf je het een beetje een normaal blad vinden ofzo? Trouwens, de volgende aflevering van Mannen Lezen de Vrouw wordt weer geëdit door jullie nieuwe favoriete editor Leon. Ik heb elke dag hetzelfde shirt aan. Vandaar dat ik in de podcast hetzelfde shirt aan heb. Ja, precies. Dus dan ben ik in de volgende aflevering ook samen met Leon. Hallo. Welkom bij Mannen Lezen de Vrouw. En in deze aflevering nog even met mezelf. Wat ik grappig vind is, in dit blad geven ze af en toe een interview. Dus bijvoorbeeld met deze vrouw is dit deze week het interview. En in een interview geef je jezelf altijd wel een beetje bloot. Je laat even veel over jezelf weten. En soms is dat best spannend. Ik heb verkeerd, ik moet heel erg oppassen wat ik nu zeg. Omdat je dan denkt van, ja, ik moet nog even de buitenwereld wat een hoop over mezelf vertellen. Nou, mijn grootste leugen ooit is denk ik dat ik gewoon gezegd heb dat ik weg ben, terwijl ik niet weg ben. Maar wat me opvalt is dat degene hier een hele goede oplossing daarvan heeft bedacht. Namelijk, als ze vragen krijgt die ze niet wil beantwoorden, antwoordt ze met, dat houd ik liever voor mezelf. Bijvoorbeeld, de persoon krijgt dan de vraag wat haar relatiestatus is. Zegt ze gewoon, dat hou ik liever voor mezelf. En het is een beetje net als Stefan van StukTV, die was een hele lange tijd zo. Maar dan ook, het lijkt wel of ze het er om doen om op dit blad als hoofdonderwerp corona te krijgen. Beginnen ze letterlijk het interview met de vraag, laten we met de coronacrisis beginnen. Heeft dat veel impact op jou gehad? En ik snap dat dat op dit moment een relevante vraag is. Op mij heeft het heel veel impact, doordat ik de komende 48 uur met niemand in contact moet zijn. Ik zou even niet zo agressief zijn. Maar ja, op iedereen heeft het wel veel impact, denk ik. Maar als dit dan toch zo'n interessante vraag is, laat dan even allemaal achter in de reactie wat jullie impact van de coronacrisis is. Wat vinden jullie minder leuk, wat vinden jullie leuker, wat vinden jullie fijn, wat vinden jullie niet fijn? Laat me even achter. Wat ik op zich raar vind aan dit blad is, het is dus een blad wat zich richt op vrouwen van leeftijd, wat is het, 20 tot 60 of zo? Geen idee. En dus het blad gaat best wel veel over problemen van mensen met die leeftijd, zoals bijvoorbeeld dat ze graag willen afvallen. En dan hebben ze 3 artikelen over afvallen erin gezet. En vervolgens gooien ze er een reclame in
met een t-shirtje waarbij staat dat het geen probleem is als je dit t-shirtje draagt als je niet super dun bent. En dan denk ik, ja, waarom ga je daar dan niet voor adverteren of zo? Dat is een beetje gebruik maken van de situatie of zo. Ik stel dan ook voor dat ze de vrouw mondkapjes gaan maken. En dan gaat het nog heel veel over body positivity. En aan de ene kant vind ik dat een heel goed ding. Dat iedereen gewoon tevreden is hoe hij of zij is. Maar aan de andere kant krijg je tegenwoordig ook veel haat naar mensen die dan toevallig wel heel dun zijn of zo. Dat zij mensen onzeker maken en dat soort dingen. En dat vind ik dan een beetje onzin of zo. Maar ja, dat kan ook gewoon aan mij liggen of zo. En dan was dit Mannen Lezen de Vrouw voor deze week. Dit is al, volgende week is de 25e aflevering van het allerlaatste seizoen van deze serie. Dus na volgende week nog 5 afleveringen. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal volgende week bij Mannen Lezen de Vrouw. Misschien volgende week, misschien een andere keer. Bij Mannen Lezen de Vrouw met Leon. Tot ziens, tot later.